Hey, veel kijkplezier. Hallo mensen, ik sta hier op mijn nak en ik ga droptest doen met deze items. Eerst een FIFA-boek, een aansteker, een horloge die ooit had gewerkt, fake AirPods, een cameralens dat ooit een cameralens was, een rekenmachine, een computermuis, een powerbank, een box, een speaker, deze horloge. Ja, ik onderbreek deze video even. Trouwens, we gaan ook met het grasmachine erover rijden als het nog niet kapot is van de drop. Daar gaan we. Deze lens. Daar gaan we, de lens. 3, 2, 1. Dat is al een beetje open, maar nu ga ik hem op mijn hardste naar beneden gooien. En dan gaan we nu door naar de rekenmachine. Nog even een klein sommetje. Hoe zit je dit aan? 7 maal 7 is gelijk aan 49. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Nummer 2 voor de rekenmachine. 3, 2, 1. Nu verder met deze computermuis. De functionaliteit is nog steeds stabiel. Dan gaan we 3, 2, 1. Drop nummer 2. Oh, als je afvraagt hoe deze spullen allemaal terug naar boven komen. Ik heb een achterneef die mij goed helpt. Zijn Instagram staat in de beschrijving. Maar nu de muis. Drop 2 van de muis. Powerbank, al iets van de duurdere dingen. 3, 2, 1. En dan, jawel jongens, de speaker, de grote finale. Dan gaan we, 3, 2, 1. Het klinkt al niet zo zuiver. Dan gaan we op de 2 van deze speaker. 3, 2, 1. Dit is eraf gegaan. Okay, ik ga het er terug op zetten, want we willen nog een paar testjes uitvoeren met deze speaker. 3, 2, 1. Dit zijn alle spullen die het overleefd hebben en die gaan we overrijden met mijn parel, het grasmachine. En daarmee kunnen we het grasmachine besturen.
en dan nu deze. Ja, dit was dus mijn idee om ook bij de andere dingen te doen. Maar ik deed dat en er gebeurde niks, zoals je ziet. Dus daarom besloot ik om er gewoon op te kloppen met een hamer. Dat is het volgende stukje dat je nu gaat zien. Rekenmachientje nu kapot maken met deze step. Ik sta onder mijn carport met het felle licht. En ja. Wauw, dat ging sneller dan gedacht. Ja. Ik zie veel stukjes printplaat dat in elkaar is gegaan. Deze Fitbit. Eerst nog wat kloppen met de hamer. Katapulteert, nu even zoeken. Deze is gewoon niet kapot te krijgen met de hamer, dus dan gaan we nu naar de schop. Ja, dat is beginnen roken, dat is niet goed. Ja, jullie denken was te kopen, je bent de speaker vergeten kapot te kloppen. Life of part 2! Het rook dat uit de batterij kwam is blijkbaar niet goed voor je gezondheid. Ja, ik ga er natuurlijk niet dood aan, maar... daarom was ik er even mee gestopt. Dus de speaker komt in de volgende video ergens. Maar ik denk vast, waarom deed je dat niet gewoon de volgende dag? Dat is omdat ik de video nu online moest zetten op een zondag. En ik kon het niet later doen, want anders ja, is mijn hele upload schema naar de typus. Thanks voor het kijken naar deze video. Doei!